Het is altijd nuttig van eerst de vragen te stellen vooraleer dat je de antwoorden krijgt, meneer de voorzitter. We hebben een aantal dingen gelezen in de pers de afgelopen dagen en weken, dat er sprake zou zijn van toch een wijziging. Hè. Het gaat hier over de nieuwe vismijn. Er wordt al lang over gediscussieerd, maar blijkbaar zou er nu een scenario zijn om de erfpacht van de Vlaamse visveiling uit te breiden tot de wandelaarkaai. De huidige erfpacht zou opeens niet meer volstaan. Hè, en die loopt tot het midden van de overdekte vismijnlaan. Nu, ik wil eerst, vooraleer dat ik aan mijn fundamentele vraag kom, wil ik eerst die vraag stellen. Wat is de timing van de bouw van de eigenlijke vismijn? En nu dat er sprake is van een eventuele uitbreiding van de erfpacht, gaat men wachten vooraleer de vismijn te bouwen totdat er daarover duidelijkheid is. Maar dan mijn vragen. Ja, ik denk dat de eerste vraag zeer logisch is uiteraard. Waarom kon men dit eigenlijk niet inschatten bij de oorspronkelijke erfpacht? Dat er een uitbreiding, dat er meer grond, meer gebied zou nodig zijn. Dus waarom die wijziging nu? Twee, een vraag over de huidige erfpachtovereenkomst, want in artikel 14.2 staat er daar dat de stad Oostende in 2009 een brief heeft gestuurd naar de notaris met de mededeling dat het niet beschikt over het planning- en vergunningenregister zoals beschreven in de Vlaamse Wooncodex in artikel 7.6.1. Beschikt de stad Oostende vandaag wel over zo'n register? Drie, over welke locatie gaat het eigenlijk? Heel precies. Hè? De huidige erfpachtovereenkomst, welk gebied omvat dat? En die eventuele uitbreiding, over welk precies gebied zou dat dan gaan? Want het is niet zo duidelijk. Hè? Dit staat niet als zodanig beschreven in de erfpachtovereenkomst. Je moet dan naar een bijlage gaan. Maar dus mijn vraag is, wat is de precieze locatie van die percelen die genoemd worden? Het gaat om sectie D. 832N en 835T. Voorheen werd het trouwens 835P genoemd. Hè, dus ik denk dat het nuttig zou zijn om toch een plannetje te krijgen van het gebied waarover dat de huidige erfpachtovereenkomst gaat. 4. Waarom werd er geen openbaar onderzoek gehouden voorafgaand aan het afleveren van de bouwvergunning? Er is een deel openbare weg bij betrokken, hè, bij heel dat concept. En dan 5. De toegang van de vrachtwagens gebeurt nu in het huidige gebouw. Hè. Nu kan dat blijkbaar wel, maar dat zou niet meer kunnen in die nieuwe vismijn. Want als ik het goed begrijp, die nieuwe erfpachtovereenkomst zou eigenlijk gaan om een stuk parking, laadkades, voor de vrachtwagens in die nieuwe vismijn. Het zou gaan om een achttal laadkades die volgens de plannen moeten uitkomen op de wandelaarkaai. Dus eigenlijk een soort parking voor de vismijn. Nu is dat niet echt nodig, straks wel, dus de vraag waarom. En dan zesde vraag, over de gebouwen van het Vlies. Ja, want het Vlies is natuurlijk hier betrokken partij en alles wat er gebeurt op die site van de nieuwe vismijn. En het Vlies is een gereputeerde instelling, zit in Oostende. Gelukkig zitten ze in Oostende, dat is niet evident. Het is niet vanzelfsprekend dat die in Oostende moeten zijn of dat die hier zouden moeten blijven. Maar als je spreekt over de wandelaarkaai, dus een eventuele nieuwe erfpachtovereenkomst, dan spreek je natuurlijk over de gebouwen van het Vlies. En daarover gaat het. Dus als die zouden worden afgebroken, ja, wil ik toch eerst wel eens weten wanneer dat die gebouwen gerenoveerd werden. Ja, want die zijn gerenoveerd, onlangs zijn die gerenoveerd. Tegen welke kostprijs en wie heeft die renovatie betaald? En tenslotte, als men dan toch doorgaat met het slopen van de gebouwen van het Vlies, welke zijn de mogelijke opties voor de verhuis van het Vlies binnen Oostende al dan niet? Laat ons hopen van wel. Ja, dank u. Het zijn antwoorden, collega's, die toch wel een aantal bijkomende vragen oproepen. Om te beginnen met het laatste. Ja, ze hebben 2 jaar om de vismijn te bouwen. U zegt dan, schepen Klaas, ja, misschien moeten we toch wel een keer vragen hoe dat ze dat juist zien. Allee, bedoel, 2 weken geleden komt er in de pers dat ze een uitbreiding willen van de erfpacht. Hè? Dus we gaan daar wellicht naar een beslissing.
Maar mijn vraag was zeer duidelijk. Wordt er gewacht met de bouw van de vismijn vooraleer dat er daarin een beslissing wordt genomen? En het enige wat u kan zeggen is, ja, ze hebben 2 jaar, dus we moeten dan misschien een keer vragen. Allee. Dus dat roept bij mij effectief wel een aantal vragen op. 2. Ten aanzien van schepen van de Lanotte, ik vind dit zeer bizar. Hè, dus dat blijkbaar 6 maanden na de oorspronkelijke erfpacht, dat dan al onmiddellijk op tafel kwam te liggen, ja, misschien moeten we hem uitbreiden. Allee, dat is toch werkelijk geen manier van werken. Dat is niet verstandig, dat is niet vooruitziend zijn. Als je niet denkt, blijkbaar is het allemaal zeer logisch, dat er vrachtwagens moeten komen en dat die niet aan de noorderkant kunnen, dat die niet aan de kant van de kade kunnen, dat die niet aan de voorkant kunnen, ook omwille van de erfgoed, de gevel, dan kun je bij de oorspronkelijke erfpacht, gewist dat op dat moment. Dus ik stel mij vragen bij de manier waarop dat dit dossier eigenlijk beheerd is. Wat betreft die vraag die ik daar heb gesteld over of dat de stad nu eindelijk over een plannen- en vergunningsregister beschikt is, was voorzien, was ook verplicht. Het was verplicht op 1 mei 2001, want toen liep die jaarlijkse termijn af. En in 2009 hadden we het nog niet. En nu in 2015 hebben we het bijna. Ja, ook dat. Allee. Dit is een artikel uit de Vlaamse Wooncodex, hè. Ik vind dat hier niet uit. Dit is een wettelijke verplichting. En we hebben daar dus eigenlijk 14 jaar aan een stuk niet aan voldaan. Dat was mijn tweede vraag. Dank voor het plannetje. Ik ga dat in detail bekijken uiteraard. Wat betreft de toegang voor vrachtwagens ten aanzien van schepen van Lanotte. Ik heb niet gezegd dat de levering nu gebeurt in het midden van het gebouw, maar ik heb wel gezegd dat er een toegang is in het midden van het gebouw voor vrachtwagens, wat effectief het geval is. En, wij hebben zelf ook een aantal vragen gesteld bij de voedselveiligheid in dat verband. Is dat normaal dat die vrachtwagens daarin rijden, hè? In zo'n vismijn? Er zijn ook klachten geweest, hè, van een gebrek ook aan investeringen in de infrastructuur, gebrek aan hygiëne, noem maar op. Maar wat hebben wij dan altijd te horen gekregen, ook hier van dit stadsbestuur? Allee, sorry, dat er geen enkel probleem was. Dus het is van 2-1, hè. Ofwel was er toen al een probleem, al jaren aan een stuk, hè. Omwille van de structuur van dat gebouw, die vrachtwagens of voldoende hygiëne, men respecteert de normen niet van de voedselveiligheid. Maar dan hadden jullie een jaar geleden, 2 jaar geleden al moeten antwoorden van we gaan dat aanpakken. Ofwel is er geen probleem. En dan is het ook niet nodig om dat nu te gaan oplossen, door effectief een parking te maken van de gebouwen van het Vlies. He, dus als het niet nodig is, ja, maar blijkbaar hoor ik nu dat het wel nodig is en effectief. Ik denk maar dit bewijst dat het al jaren geleden had moeten worden opgelost. Je kunt niet zeggen dat er een beetje een probleem is voor de voedselveiligheid, en dat het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, het FAVV, er een beetje een probleem mee heeft gehad al jaren. Ofwel heeft men er een probleem mee, ofwel niet. En dan ten aanzien van de kostprijs. Ja, u hebt de financiële constructie uitgelegd, hoe men die gebouwen van het Vlies, of de gebouwen van het Vlies heeft kunnen renoveren. Hè. U zegt begin jaren 2000 dat gebeurd is. Dus u geeft gans de financiële constructie, maar hoeveel heeft dat nu gekost? Je kunt dat berekenen, zelfs aan de hand van de huurprijs kun je dat extrapoleren enzovoort, je kunt daar een totaalsom van maken. En zelfs al is het via de huurprijs het Vlies die veel heeft betaald, maar moet eens kijken hoe het Vlies gefinancierd wordt natuurlijk. Hè. Dat is de belastingbetaler voor een zeer groot deel. Hetzelfde met het Vlaamse gewest. Hè. Als het Vlaamse gewest een stuk heeft terugbetaald aan de stad, u zegt conclusie, de stad heeft er eigenlijk bijna niks aan moeten betalen, maar ook het Vlaams gewest wordt gefinancierd door ons allemaal, door de belastingbetaler. Dus om gebouwen die gerenoveerd zijn nog niet zo lang geleden, het Vlies heeft een mooie bestemming in Oostende, om dat nu te gaan afbreken, ik vind ook dat is toch bijzonder, bijzonder driest. Verder hoop ik dat er een oplossing komt, uiteraard, en als de haven daarin een rol kan spelen, des te beter. Er zijn scenario's dat gebouwen van de haven kunnen gebruikt worden daarvoor, voor het Vlies.
En dat het vlies dan opnieuw een goede huurder zou kunnen zijn. Misschien is dat nog niet de allerslechtste oplossing. Dus voilà, ik vind dat dit dossier zeer veel vragen oproept. En dat is ook gebleken, denk ik, uit uw antwoorden. U hebt ten andere ook erkend dat er effectief nog redelijk wat bizarre wendingen zijn en redelijk wat vragen die hier kunnen gesteld worden. Ik ben al blij dat ik kan reageren. En ik wilde gewoon verwijzen naar de vaststelling die is gemaakt door Schepen van Lanotte, dat er dus effectief misschien wel een beetje een probleem is met de voedselveiligheid omwille van de huidige structuur. Dus dan denk ik dat dit bewijst dat het toch wel vroeger had moeten worden aangepakt. Het gaat effectief over die vrachtwagens die binnenrijden in het overdekte gedeelte. Dit had moeten opgelost worden een paar jaar geleden. Ofwel niet, maar dan moet er nu ook geen rekening mee gehouden worden. Dus blijkbaar is er toch een vaststelling dat er in zaken voedselveiligheid een beetje, ik citeer, een beetje een probleem was.